Ik heb ook zo'n mooi plekje hier. Dus ik zit hier heel graag. Het is ook heel leuk als er hier nog meer mensen komen. Ja. Vanaf vandaag mogen verkopers van niet-essentiële producten hun winkel weer openen. Onder strikte voorwaarden kunnen vooraf bestelde producten worden afgehaald. Centrummanager Gijs Holla is voorzichtig enthousiast. Iedereen kan weer bij de winkels bestellen. En dan moet je wel even wachten, maar om 4 uur later kun je het alsnog ophalen. En het is maar een kleinigheid, want dit maakt echt niet het verlies goed van wat de winkels hebben. Maar het helpt wel. En ik hoop dat veel mensen uit Leiden er gebruik van maken. Want op deze manier kunnen ze de ondernemers die het heel erg moeilijk hebben, de winkeliers, een hart onder de riem steken. En ook even steunen in deze moeilijke tijd. Dus ik zou willen oproepen, wil je iets kopen? Kijk dan niet op die standaard landelijke websites. Maar kijk even of gewoon in Leiden, in de Leidse binnenstad, er zijn heel veel verschillende winkels of die het ook gewoon hebben. En dan heb je nog even een lekkere gezonde wandeling naar de binnenstad. Op de eerste dag weten de meeste klanten de weg naar de winkel terug te vinden. Ja, dat gaat best goed, gelukkig. Ja. Ja, ik ben natuurlijk al een tijdje bezig, dus je hebt toch een klantenkring die het dan ook je gunnen om ook in deze tijd nog eens af en toe wat te verkopen. Hoewel, ja, het is natuurlijk anders dan anders. Maar goed, het is in ieder geval wat. En het is ook gewoon fijn om wel bezig te zijn. En het was ook leuk om bij de mensen langs te gaan en de klanten die je normaal in de winkel hebt, dan bij hun voordeur te staan en die service te leveren. Dus het is in ieder geval leuk. Qua omzet is het natuurlijk niet wat je nodig hebt, maar goed. Sommige ondernemers vrezen een toeloop van mensen nu de winkels weer open zijn. Ik zie nu al, en ik weet niet of dat daardoor komt, dat er meer mensen op straat zijn. Misschien dat is het mooie weer ook. Maar we moeten niet willen dat het natuurlijk te druk wordt, waardoor er weer maatregelen komen, waardoor we weer verder afglijden natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien. Denk je dat de klanten dit begrijpen? Als je het uitlegt, wel. Het is niet zo dat ze nu ineens binnenkomen en denken van we gaan weer winkelen. Dat beslist niet. Ik neem aan dat er heel veel mensen toch wel het nieuws volgen. En op die manier toch wel weten hoe het een beetje gaat. En dat merken wij in ieder geval. En anders dan bellen ze op en vragen hoe ze het kunnen doen. Dus, en dan leggen we het uit. En daar is begrip voor, laat ik het dan zo zeggen. Dat ben ik wel blij mee. Kopen jullie vaak dingen online? Nou, natuurlijk veel meer nu met de lockdown, omdat je geforceerd wordt om dingen online te kopen. Je kan gewoon niet alles bij de supermarkt krijgen natuurlijk, of bij de drogisterij. Dus, ja. En nu je dat in de winkel mag afhalen, ga je dat dan ook doen of laat je het nog steeds thuis bezorgen? Oh, goede vraag. Ik denk dat het heel erg ligt aan het product. En jij? Ja, ik zou het wel willen afhalen, want daardoor heb je toch weer eventjes dat je de deur uitkomt en heb je ook een doel. Dus ja, een beetje 50-50 denk ik. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je zoveel mogelijk thuis bent. Dus als het kan, dan doe ik het graag. Ondernemer Wiesen liet zich niet door de coronacrisis tegenhouden en opende zaterdag zijn eerste winkel in de Leidse Haarlemmerstraat. Het is geen tijd, hoor ik vaker van andere mensen en het is uitdagend voor mij. En ik heb echt zin in. En het is gewoon voeden en notendelicatessen. Die mag gelukkig open zijn. En ik hoop voor iedereen die zijn dicht dat ze gewoon open zijn. En het is uitdagend eigenlijk. Merk je dat het drukker is, nou sommige winkels voor afhalen ook weer open zijn? Ja, ik merk het ook. Het is nu eigenlijk toen de regels een beetje veranderd en het is makkelijker. Ik zie dat het is ietsje drukker. Ook hier met afhalen en gewoon afspraak maken. En het gaat perfect.